2000 paardensporters in de regio. En die rijden op gezellige ponies of stoere hengsten of op echte dressuurpaarden. En zo'n dressuurpaard kun je bijvoorbeeld kopen bij President Dressage Stables in Stad aan het Haringvliet. Het bedrijf bestaat sinds 2009 en is van Carolyn de Roy Kooijman. Ik heb dit dus samen met mijn ex-man, die ja, sponsort eigenlijk het geheel met zijn bedrijf. Want dat moet je wel hebben. Ja. Anders zijn zulke bedrijven, ja, dat is heel moeilijk op te starten. Want je beginnetje, je moet een aantal goede paarden hebben. Nou, we hebben een aantal goede jonge paarden gekocht. Maar dat duurt lang voordat die eindelijk eens een keer een beetje je naam kunnen gaan bevestigen in de sport. En je moet wel adem hebben om al die tijd door te komen. En als je direct een goed paard moet verkopen, als je maar 10.000 of 20.000 euro winst geboden krijgt, ja, dan is het gewoon heel moeilijk. Dan krijg je het nooit van de grond. En ja, wat ik net zei, wij zijn hier 2009 begonnen. Dus ja, eigenlijk best al een hoop gedaan in zo'n korte tijd, maar wel volop geïnvesteerd. En ja, ook heel erg veel interesse getoond in alle aspecten van de paardensport, met de dekhengsten, ja, noem maar op. En dan een beetje gaan kijken van, oké, wat past nou bij ons en ja, waar ga ik in door? Dus dat is een stukje sport en een stukje handel en dan ja, aan de gang met onze eigen jonge paarden. Het zijn alle drie zijn dat dochters van onze hengst Jack Sparrow. Die ga ik jullie dadelijk ook eventjes laten zien. Mm-hmm. Zijn alle drie 4 jaar en staan net aan het begin van de carrière. Dus ja, dat gaan we afwachten. Maar lijken alle drie potentie genoeg te hebben. En ja, deze bruine wel echt heel veel. En die hele zwarte daar ook. Maar oké, het is altijd afwachten. Het zijn jonge dieren. En ja, dan moet je het gewoon af gaan wachten. Maar het zijn wel echt leuke paarden. En ja, wat ik net al zei, het is net het begin van de carrière waar ze nu mee beginnen. Maar je zegt, er zit potentie in. Ja. Waar zie je dat dan aan? Aan de manier van bewegen. De losheid, de kwaliteit, hoe ze zich laten bewerken. Daar herken je wel kwaliteit van. Een paard met veel kwaliteit gaat alles ook veel makkelijker mee. Het zadel mak maken gaat er gewoon veel gemakkelijker. Ja, daar herken je het wel snel aan gewoon. En dit is de papa van onder andere die drie paarden die we net zagen. Jack Sparrow. Ja, het is gewoon een heel mooi groot paard. Ja, kijk hoe groot hij is. Oh. Echt gewoon, ja, het is gewoon helemaal een mooi paard. Hoogbenig paard en echt ja, super, super lief paard. Gewoon echt. Maar waar werd je verliefd op? Ja, gewoon helemaal het paard. Toen was hij natuurlijk nog niet zo groot. Toen was hij pas 4. Dus toen was hij nog niet zo groot als wat hij nu is. Maar ja, het is gewoon een heel mooi paard. En het is echt gewoon een heel lief paard. Weet je het gelijk als je een paard ziet? Dat is hem? Nee, kijk, soms wel, maar je gaat toch altijd nog wel een tweede keer kijken. En soms heb je wel dat het je direct heel erg aanstaat. Maar ja, het is altijd moeilijk, want het is toch altijd afwachten. En dat zie ik hier ook met jonge paarden. Soms heb je een paard dat je denkt, nou, die wordt het helemaal. En daar ben je dan een maand of 3 mee bezig en dan valt het eigenlijk tegen. Of tegen, maar dan is het toch wat minder dan wat je gedacht had. Een ander waarvan je denkt, beetje gewoon. Na 3 maanden denk je ineens, hey, kijk nou. Dus het blijft altijd moeilijk om het gewoon om het goed te bekijken. En Jack Sparrow was liefde op het eerste gezicht? Ja, dat wel. Dat wel, ja. Ja, maar het draait nog niet helemaal op zichzelf. Want je ziet, ja, die vrachtwagens heb je nodig en nog meer dingen. Dus ja, je bent constant aan het investeren. Daarnaast kost zo'n spul gewoon een heel hoop geld. Om het draaiende te houden. Ja, draaiende, om het er netjes uit te laten zien. Paarden maken een hoop kapot, dus er moet altijd weer een hoop gerepareerd worden. En de paarden zelf hebben ook onderhoud nodig. Zo is deze gevallen nadat hij ergens van schrok. En daarbij is 1 achterbeen eigenlijk naar achteren gereden en de andere meer naar voren. Dus hij heeft een soort spagaatje gemaakt en daar zijn ze niet helemaal voor gebouwd. Mooi. Zoals bij elk bedrijf gaat het dus om uitgaven en inkomsten.
Een van de kopers is Esmeralda Tol. Zij kocht hier 2 paarden. Waarom is het deze geworden? Ja, toch om zijn aparte karakter. Hij is, ja, hij heeft wel een beetje een eigen willetje. Hij is ook pas heel laat is hij pas geruimd. Hij was tot zijn 10e is hij hengst geweest. En ja, het moet wel een beetje gaan zoals hij het wil, zeg maar. Dus je moet hem wel echt leren kennen. Dus het is een pittig paard. Ja, het is wel eentje echt met een gebruiksaanwijzing, ja. Maar ja, ik ben steeds hartstikke blij met hem. En mogen we vragen hoe duur die is geweest? Laten we het ophouden dat je er een heel leuk huis van kan kopen. Ja. Oké, maar in plaats daarvan heb jij een wispelturig paard. Heb ik inderdaad een wispelturig paard gekocht. Ja, zeker weten. Bij ons een beetje de goedkoopste paarden gaan toch altijd zo rond de 20.000. Af en toe zit wel eens eentje van 15.000 ertussen. Een heel jong groen paard. Maar anders beginnen wij toch wel tot 20.000. Ja, en de duurste die wij verkocht hebben zat boven het miljoen. Zo. Ja. En dan nog ben je geen gezond bedrijf. Nee, nog niet. Nee, zo hard gaat het dus gewoon. Ja, dat is, zit ik zelf ook wel eens te rekenen. Dat je denkt, hallo. Ja, jeetje, wat moet je nou nog meer doen? Hè? Wat kan er nog meer? Maar nee, zo... Dus eigenlijk is het wel ook hobby? Ja, ja.